Dames en heren, goedemiddag. Dit is alweer de laatste ronde tafel in de week van de landelijke week, moet ik zeggen, van de VVE. De tijd vliegt, maar daarom is het nog niet een minder goede tafel. Sterker nog, ik denk dat we een hele mooie bezetting hebben aan de tafel van vandaag, waar we het gaan hebben over onderhoud, de financiering van het onderhoud en duurzaamheidsthema's. Kortom, als ik dit al zo even opnoem, dan zou je zeggen stof genoeg. Om met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik heb drie gasten, die gaan zichzelf aan u voorstellen. Dat bent u inmiddels gewend als u al naar andere ronde tafels hebt gekeken. En aan deze gasten heb ik ook een stelling voorgelegd, waarop ik graag zou willen dat ze, als ze zich voorstellen, daar ook meteen op reageren. Want deze gasten hebben allemaal VVE's, u als bestuurder, als klant. En ik zou heel graag willen weten, vinden zij die VVE nou een lastige, kritische klant of juist niet? Nou, en als we die antwoorden hebben van deze partijen, dan hebben we het spel volledig op de wagen. Dus dan kunnen we daarna helemaal los. Dus ik begin met het voorstelrondje en dan begin ik met Ruud. Ruud van Loon, zou jij je voor willen stellen? Dankjewel. Leuk om hierbij aanwezig te mogen zijn en onze bijdrage te leveren. Mijn naam is Ruud van Loon. Ik ben 63 jaar jong. Werkzaam bij de firma Van der Velde Rioleringsbeheer. Een puur sang familiebedrijf. Opgericht in 1965 in Tilburg. En met een hele duidelijke boodschap die wij als organisatie willen uitdragen. De huidige directie bestaat uit derde generatie binnen dit bedrijf. En hun visie is wel degelijk om daar ook nog een vierde generatie in het leven te gaan roepen. Sterker nog, die is er al helemaal. Die is qua leeftijd natuurlijk nog aardig jong. Maar we willen echt de wereld veranderen op het vakgebied riolering. We willen echt in de komende decennia daar een betere inhoud aan geven om het thema riolering meer gewicht te geven. Het is ooit uitgeroepen tot de grootste medische vondst ooit sinds de mensheid bestaat. Dus het thema riolering kan niet belangrijk genoeg zijn. Wij roepen ook dus een primaire levensbehoefte. En wij hebben ook gezegd in onze missie, we zijn een moderne partner voor complete duurzaamheid, complete dienstverlening in de afvalwaterketen. En dat doen wij nu met circa 450 mensen landelijk. En zijn we elke dag al druk aan het maken aan een onderwerp. En dat vind ik altijd wel bijzonder. Het onderwerp riolering is met onze vijf emoties niet waar te nemen. En dat maakt het extra speciaal en een extra dimensie om daar dan heel veel energie in te gooien om dan toch te zorgen dat we het wel. Bedoel je onze vijf zintuigen of onze vijf emoties? Nee, onze vijf zintuigen. Hè. Dames hebben er zes, is mij altijd verteld. Ja, maar, ja. De vijf zintuigen. Je kunt riolering niet ruiken, niet zien, niet horen, niet voelen, niet proeven. Als het goed gaat. Hè? Als het goed gaat. Dus waarom zijn wij nou elke dag actief en druk bezig met riolering? Nou, en dat is eigenlijk de. Ik hoop nog een aantal jaren actief te zijn binnen deze organisatie. En wat mij nog op mijn hoe noem je dat, bucketlist of mijn lijst staat. Ik wil eigenlijk dat nog, voordat ik de grote groene wei inga, dat we nog in Nederland één dag van de riolering krijgen. Dat iedereen centraal in Nederland één dag als thema heeft riolering. Want het is gewoon een ontzettend belangrijk onderdeel. Nou, het is een primaire levensbehoefte. Misschien kunnen we daar de helpende hand mede zou mooi zijn, toesteken. Even Ruud, voor de mensen die zitten te kijken. Riolering, betekent dat onderhoud of is dat klacht oplossen of is dat ook renovatie of wat doe je dan? Goeie vraag, Kees. Wij zijn marktleider in Nederland en wij doen het complete palet aan diensten die met riolering in aanraking komt. En dat gaat van ontstoppingen tot inspecteren van leidingen, tot het renoveren van leidingen. Allerlei sleufloze technieken. Het ontzorgen, het beheren, dat is ook de naamgeving in onze organisatie. En wij willen niet als ontstopper gezien worden, want er zijn in Nederland legio bedrijven die riolering kunnen ontstoppen. Wij beheren het. Wij willen de klant ontzorgen en eigenlijk alle diensten die nodig zijn voor het maximaal ontzorgen van riolering, die hebben wij in eigen huis. En ook een van de credo's is dat we alles met onze eigen mensen willen doen. En we zijn geen organisatie die disciplines buiten huis gaat leggen. Nee, we hebben gezegd van als wij kwaliteit willen borgen, dan moet je die kwaliteit hebben binnen je eigen organisatie. En dus ook je eigen mensen opleiden en naar een niveau tillen wat jij acceptabel vindt. En daarmee je dienstverlening invulling te geven. We gaan het daar vast nog over hebben gedurende het gesprek. Dankjewel voor jouw introductie. Graag gedaan. Ik geef het woord aan Patrick.
Mijn naam is Patrick de Wit. Kees, dank je wel voor de uitnodiging en de tijd dat we hier mogen zijn. Ik werk voor Assa Abloy, Assa Abloy Entrance Systems om precies te zijn. En wij zijn een wereldleider in toegangsoplossingen in de breedste zin van het woord. En wij houden ons eigenlijk, net zoals Van der Velde, bezig met een hele primaire zaak. Een zaak essentieel in ons bestaan en dat is veiligheid. Dus wij dragen er iedere dag zorg voor dat we veilige doorgang, veilige toegangsoplossingen in de breedste zin van het woord aanbieden. De mens staat daarin centraal. En vandaag is het thema VVE en het onderhoud van de Vereniging van Eigenaren. Maar daar hopen wij een belangrijke rol in te spelen. Je hebt het hier over de privé-leefomgeving van mensen. Essentieel. Veilige doorgang voor niet alleen de bewoner, maar ook de bezoeker van de bewoner. Dat kunnen de kleinkinderen zijn, dat kunnen de kinderen zijn, dat kunnen kwetsbare gebruikers zijn. We zitten natuurlijk in een samenleving waar we langer thuis wonen. Dus ook die sociale ontwikkeling, daar zijn we heel druk mee bezig. En dat proberen we op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. Straks komen we terug op thema's als innovatie. Maar wij proberen daadwerkelijk in te zetten op zo min mogelijk belasting op de plek waar we allemaal wonen. Onze planeet, specifiek Nederland. Door na te denken over hoe kunnen we zo veilig mogelijk, zo efficiënt mogelijk, duurzaam onderhoud verrichten aan de installaties waar die Vereniging van Eigenaren zoveel geld in geïnvesteerd heeft. Ja, en dan heb je het over automatische toegangs. Ja, dan hebben we het over geautomatiseerde toegangsoplossingen. Nee, geautomatiseerd, ja. Ja. Automatische. Ja. Hè. En om het heel simpel te maken, dat zijn de deuren die zo gaan. Hè. Dus daar waar je je auto parkeert bij de VVE. Die horen er ook bij. Hè, ja. Die horen daar ook bij. Dat kan zijn de draaideur naar de fietsenstalling. Hè, waar we ervoor zorgen dat de gebruiker met die zware elektrische fiets niet constant één hand aan de fiets heeft en één aan de deur. Ja. Hè, dus dat automatiseren, dat kan ook de centrale toegang van het gebouw zijn. Waar de wat oudere bewoner wellicht met een rollator en een boodschappentas toegang tot het gebouw zoekt. Ja. En dat op een veilige, comfortabele manier wil doen. En dan even dat we het zeg maar goed afgebakend hebben, dan is dat bijvoorbeeld die toegangsdeur tot het gebouw. Dat zou een schuifdeur kunnen zijn bijvoorbeeld. Dan is jullie discipline is die deur. Niet bijvoorbeeld dat hele belbord en die klik om hem automatisch open te doen. Of nee, die werelden groeien natuurlijk wel naar elkaar toe. Hè. Onze gebouwen worden steeds slimmer. Hè. Dus gekoppeld aan onze automatische deuren zijn natuurlijk ook sensoren. Waar we steeds meer mee gaan doen. In eerste instantie kijken we, staat er iemand voor de deur en dient de deur open te gaan. Je zou kunnen denken aan dat daar gezichtsherkenning in de toekomst bij gaat komen middels diezelfde sensor. Maar heel vaak is de installatie natuurlijk ook aangesloten op het belbord. Dat als je aanbelt bij de voordeur, dat de betreffende gewoner kan besluiten van ik doe open ja of nee. Okay. Maar over dat soort die innovaties waar je het over hebt, daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Ja, het thema wat je meldde, van vinden wij die VVE dan een lastige of een veeleisende kritische klant? Ja. Lastig niet. Veel eisend, ja, en terecht. We hebben het hier over de woonomgeving. Ja. Daar zou ik zelf ook heel kritisch op zijn. Ja. Dat moet kloppen. Er wordt met een gezamenlijke pot met geld, als ik het zo mag zeggen, wordt er geïnvesteerd. Ja. Daar mag je heel kritisch over zijn. Dan mag je het beste verwachten. Oké, okay. Dankjewel. De laatste gast van tafel, dat is Bas. Bas, zou jij je willen voorstellen? Ja, mijn naam is Bas Denissen. Ik ben directeur mede-eigenaar van Colin Quotefund. Quotefund is een redelijk nieuw fenomeen. In 2014 is Colin heeft ook daglicht gezien. Toen hebben wij de eerste financiering gedaan. Nou, wat doen wij als crowdfunder? Aan de ene kant hebben we investeerders. Dat zijn de mensen met geld. Schrik niet. In Nederland staat momenteel meer dan 400 miljard op de gezamenlijke spaarrekeningen. Dus dat hebben we met elkaar in bezit. Ja, schrik niet. Aan de andere kant hebben we vele MKB-bedrijven, stichtingen die een gigantische last hebben om hun financiering voor elkaar te krijgen. Ja. Het is geen toeval dat Colin in 2014 is gestart. We hadden net de bankencrisis achter de rug. Ik vermoed dat we wel weer opnieuw ergens naartoe aan het bewegen zijn met elkaar. En dat betekende de terughoudendheid van de banken, die was erg groot. Dat betekent dat mensen kwamen eigenlijk niet aan financiering. Onze rol is louter de bemiddelrol. Dus aan de ene kant het geld wat over is, aan de andere kant het geld wat tekort is.
Dat matchen we met elkaar via een digitaal platform. Dus dat gaat allemaal met internet, een app. Dat gaat allemaal razendsnel. En dat is eigenlijk ons bestaansrecht. En in 1415 gestart. En ondertussen mogen we onszelf nu ondertussen marktleider noemen in Nederland. Vanuit Oosterwijk, waar we met ondertussen 30 mensen zitten. Ja, daar zijn we eigenlijk apen trots op. Die beweging die we hebben kunnen pakken. En met name dat je dingen mogelijk hebt gemaakt, daar waar het op andere plekken niet meer kan. Mm-hmm. Door wel begrijpelijke wet en regelgeving, want we zien een verstarring op dat vlak eigenlijk op alle plaatsen. Van oudsher ben ik accountant, daar was dat niet anders. Dus ik denk dat we daar aan toe moeten geven, dat we daarin mee moeten bewegen en eens kijken, hoe kan het wel? Ja. Nou, dat is, leuk om, dat is leuk om te doen. Ja, dus, wij zijn natuurlijk samen met jullie, met Colin, een jaar of drie geleden denk ik begonnen om een crowdfund-initiatief op te zetten voor Vereniging van Eigenaren. Ja. Het feit dat je hier zit, betekent dat je daar ook wel iets over te melden. Niet dat komt dadelijk, maar dat de mensen die thuis zitten te kijken snappen dat crowdfund ook voor VVE's inmiddels bereikbaar is. Dat is bereikbaar. En je stelling is een VVE een lastige klant. Ja, en dan lastige klanten bestaan niet, maar je moet wel geduld hebben met de VVE. Want wat je dus merkt is daar waar dat je bij de MKB'er met een directeur groot aandeelhouder spreekt en die heeft een plan en die heeft het niet op de rekening staan, krijgt het niet bij de bank, heb je binnen 5 minuten een besluit. De besluitvormingsprocessen binnen een VVE en zeker als het anders over financiering gaat, ja, die is wezenlijk anders. Ja. Daar ontstaat een flinke discussie die ook zeer begrijpelijk is en uiteindelijk zullen wij zo'n algemene ledenvergadering moeten volgen. Dus ja. Is de VVE een kritische klant? Een hele kritische klant. Ja. Dus ik ben ook trots dat wij de afgelopen maand er 2 hadden. En dat was een verdubbeling van die 2 die we halverwege het jaar hadden. Daar ga ik het met jou dadelijk over hebben. Helemaal. Daar wil ik meer over weten. Ik ga even nog snel terug naar Ruud. Want in de hele introductie van het prachtige bedrijf. Nou, ik voel hem wel aankomen. Ben jij even de stelling vergeten? Ik trouwens ook. Maar. Ja, dat geeft niks. Ik denk dat terecht de andere sprekers zeggen. Klanten kunnen niet kritisch genoeg zijn, dat mogen ze zijn en lastig zijn ze nooit. Waar ik me wel in aansluit wat mijn buurman links zegt, is dat de processen bij een VVE, ja, die hebben tijd nodig, maar dat heeft te maken met de structuur waarin een VVE werkt. Ja. Dus, maar lastig, nee. Kan er niet meer aan toevoegen, want is het gewoon. Nou, dat is toch fijn. De VVE wordt niet als lastig ervaren, kritisch wel, maar kritisch is zeker geen negatieve kwalificatie. Dan gaan we snel door, gelet op de tijd, toch weer even terug, Bas, naar die VVE's en crowdfunding. Mm-hmm. Want ik zeg al, wij zijn jaren geleden begonnen met het initiatief. Ja. Er was toen ontzettend veel belangstelling voor. Ja. Dat bleek vooral eigenlijk aan de investeerderskant te zijn. VVE's met goed gevulde reservefondsen die wat meer rendement op dat reservefonds wilden maken. Het bleek alleen heel lastig om VVE's te vinden die ook zo ver kwamen dat ze een krediet gingen aanvragen. Inmiddels is daar wat veranderd. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Ja, nou wat je merkt is dat er dus naar aanleiding van, ik geloof 3 jaar geleden in de ronde, een aantal VVE's het initiatief hebben genomen om toch plannen naar voren te halen die volgens de financiering mogelijkwijs later zouden kunnen. Nou, dan loop je toch ook tegen het fenomeen aan dat banken eigenlijk redelijk op slot zijn. En sommige VVE's hebben daar best wel een probleem. Die zeggen van ja, het moet, het zal, of wet en regelgeving, of wij vinden het gewoon gepast om dat nu te doen. En dan zijn de financieringsmogelijkheden, die zijn beperkt. Nou, alvorens je een financiering kunt gaan sluiten, zul je toch met de algemene ledenvergadering daar een instemming op moeten hebben. Nou, voorafgaande aan die instemming zal eerst die contributiebijdrage omhoog moeten, want wij zijn geen filantropische instelling, Colin. Wat dat betreft lijken wij ook gewoon op een bank. Alleen bij ons gaat de rente niet bij ons in de broekzak, maar die gaat naar de broekzak van de investeerder. En dus waar wij in begin dachten van, god, die investeerders, wie zouden dat nou beter kunnen zijn dan die aantal bewoners van dat VVE-complex dat wel middelen heeft en de andere niet. Dat zou perfect een match zijn om de ene aan de andere te koppelen. Nou, die VVE-investeerders, die hebben de weg naar ons gevonden. Dus die zie ik ook bij ons investeren in andere proposities. Alleen die aanvragen die hebben echt wel bijna 2-3 jaar tijd gekost om door die molen heen te komen. Voorstel, plan indienen, aanpassing, contributie, zorgen dat je met de goede vertegenwoordiging op die vergaderingen bent, om uiteindelijk tot die besluitvorming te komen. Maar het feit dat we er de eerste 2 jaar dus 0 op de teller hadden, 4 dit jaar waarvan 2 de laatste maand, en dat ik op dit moment weer met een handvol in behandeling ben, dat stemt mij zo positief dat ik denk,
dat het eenmaal van de kant af is, dat het vertrouwen nu gekomen is. De eerste posten kunnen mensen ook zien bij ons op de website. Wat dat betreft zijn we compleet transparant. En dan zie je gewoon dat een appartementencomplex geld heeft opgehaald, zijn investering heeft gedaan. Dus ja, we hebben het bewijs geleverd. En ik denk dat dat erg belangrijk is. Nou, ik vind dat ontzettend leuk. Dus dames en heren, u kunt dus gewoon, als u onderhoud heeft wat niet voorzien is in uw reservefonds, u kunt daarvoor terecht als u aan allerlei voorwaarden voldoet. Het is niet dat u gegarandeerd altijd een lening krijgt, maar u kunt daarvoor terecht bij Colin. Gewoon even als crowdfunder, wij kennen elkaar een klein beetje. Het is altijd leuk om te weten dat zo'n financiering wordt gepubliceerd, hè, wordt openbaar gemaakt. Dan is het altijd een beetje van, hoe snel loopt die vol? Hoe ging dat bij die VV's? Want dat is natuurlijk voor investeerders een vreemd fenomeen. Ja, de laatste investering, wij hebben 11 uur is call-in time. Dus wij doen altijd het bekendmaken 48 uur van tevoren. Dan kun je lezen wat er komt en dan om 11 uur zetten we hem aan. De laatste 2 ton die heb ik in 1 minuut opgehaald. In 1 minuut? Ja, dus we kennen het fenomeen van de oude Russische winkel. Er ligt brood in, de piranha's komen binnen en ze willen het. En dat is op een rentevoet van 5,5% voor de investeerders. Dus dat betekent dat daar misschien nog wat ruimte in zit om de rente wat te verlagen. Want dat is toch een kwestie van vraag en aanbod. Want wij brengen het bij elkaar. Als investeerders een lager rendement accepteren, dan zouden we de rente wat kunnen verlagen. Onze inschatting was dat 5,5% iets was dat redelijk in balans. Maar de aanbrengingskracht is groot, gelukkig. Nou. Dat vind ik mooi. We gaan gedurende het gesprek nog af en toe een keer naar jou luisteren. We hebben al een beetje van Ruud gehoord over Van der Velde, familiebedrijf, derde generatie, vierde generatie. In aankomst een beetje optimistisch gezegd. Ik ben ook wel benieuwd, Patrick, naar de drijfveren van Assa Abloy. Wat drijft jullie? Waarom willen jullie graag ook dat VV's klant bij jullie zijn? Ja, het thema heb ik al heel even tijdens de introductie benoemd, dat is veiligheid. Wij willen echt zorg dragen, iedere dag weer, dat mensen zich veilig voelen. In de breedste zin van het woord, in hun bewegingen, in hun vrijheid, maar ook fysiek veilig. Dus in alles wat wij doen staat dat voorop. De ontwikkeling van de producten, het trainen van onze technici, zoals Ruud dat ook al aanhaalde. Doorlopen een hele kritische leerschool, een stuk praktijk, een stuk theorie. We zijn natuurlijk gecertificeerd, maar we adviseren ook op het gebied. En daar halen we ook ons plezier uit. We adviseren heel graag die VVE-bewoner of dat VVE-bestuur over hoe ze kunnen investeren in een hele veilige, comfortabele, duurzame entree of portiek. Of persoonlijke toegang van een appartement. Maar doen jullie, zijn jullie de partij die deur neerhangt en that's it? Of wat? Nee, wij doen de hele cyclus van het product. Hè. Dus ik gaf aan het ontwerp van het product, daar begint het natuurlijk. Hè. Het moet vriendelijk, het moet ontworpen zijn voor service. Het moet ontworpen zijn voor duurzaam en vriendelijk en veilig gebruik. Vervolgens produceren we het zelf. Vervolgens vermarkten we het zelf en vervolgens onderhouden we het ook zelf. En dat doen we op eigen merken, maar ook op andere merken. Oké, dus een Kone-deur, om maar eens iets te noemen. Kone, ook een kwalitatief goed merk. En als het bijvoorbeeld zo is dat wij de hoofdtoegang mogen leveren en onderhouden, dan krijgen we toch ook vraag van de fietsentoegang, de garagedeur, de overige deuren. Kunnen jullie die ook voor ons onderhouden? En dan zeggen wij heel graag. Ja. En dat doen we in verschillende pakketvormen. Van heel basis tot compleet ontzorgend. En waar we op dit moment druk mee bezig zijn, is of we een soort bonus-malus contract kunnen gaan. Contract is een groot woord. Overeenkomst kunnen gaan aangaan met de VVE's. Waarbij we zeggen, als we met elkaar gaan besparen op zaken die het milieu, de samenleving belasten. En dan hebben we bijvoorbeeld over het maken van kilometers. Als wij niet hoeven te rijden, omdat we op afstand de storing op kunnen lossen, door bijvoorbeeld zaken te verbinden met het internet, of door op afstand met virtual reality tools mee te kijken met de beheerder, als die er is op de locatie. Ja. Of de persoon die daarvoor aangewezen is. Dan scheelt dat ons, het milieu, maar dus ook
de VVE, ja, uiteindelijk premie. Ja. En dat laten we dan, dat gaan we terug laten komen. Hebben jullie enig idee hoeveel van die automatische deuren er in Nederland zijn? Ik heb geen flauw idee. En ik hoorde je ook zeggen premie. Ja. Dat roept bij mij de vraag op, wordt dat gehuurd of wordt dat een investering? Vraag ik dan als financier? Ja, hè? Dat is echt een hele goede vraag en die komt heel vaak voor. Op dit moment is het vaak bezit. Je zou je kunnen voorstellen, in de liftenbranche is pay-per-use. Je betaalt voor het gebruik van de installatie. Nou ja, dat zijn ontwikkelingen waar we natuurlijk constant mee bezig zijn. Op dit moment is het bezit en dan is het bezit van de VVE. Maar dan zit de premie op korting op onderhoud. Precies. Ja. Dus en ik noem het premie, maar eigenlijk is het de contractprijs, hè? Ja. Van de overeenkomst. Ja, ja, dat snap ik. Mag ik op inhaken? Ja, graag. Het is wel heel grappig hoe jij dit omschrijft, want waar begint onderhoud? Onderhoud begint aan de tekentafel. Ja. De tekentafel bestaat niet meer, hè? Dus we hebben tegenwoordig met AutoCAD zitten we daar. Ja. Al zeg ik druk mee. Maar daar begint het hele avontuur. En wij merken dat wij heel vaak, wij bestaande VVE's, en terecht, want er is geen andere situatie, dat je met je hebt te doen met wat er staat aan gebouwen, aan infra, met name op het gebied van riolering. Waarbij zeker bij het ontwerp nooit gedacht is aan onderhoud, aan hoe kunnen we dit nou op termijn beter managen. En hoe kunnen we met name de overlast voor de bezitters beperken. Want de riolering heeft ook wel toch een emotionele band. Als het verkeerd gaat, dan is er gewoon overlast. Dus wij proberen ook heel veel met VVE's en ook met andere doelgroepen te komen. Ga nou eens met ons aan de tekentafel, ga daar nou eens mee beginnen. En alles wat je nu weg gaat zetten, ga daar nou eens kritisch over denken. Begin hoe bij het ontwerpen. Exact. En, en dat begint nu te komen, maar dat is een proces dat duurt. Het kost tijd. Het is leuk om daar tijd in te investeren. Maar het gaat wel degelijk ons iets brengen. Ja. En met name ook de gebruiker gaat het eigenlijk heel veel brengen. Ja, het is voor mij even het bruggetje ook naar het MIOP. Dus je hebt natuurlijk de tekentafel. Dan zit je in ontwerpfase en dan kun je de dingen eigenlijk maar één keer goed doen. Hè? Maar goed, zodra het er staat, vraagt het onderhoud. Ja. Zoals zo heel veel dingen in het leven onderhoud vragen, vraagt een gebouw ook onderhoud. Het MIOP, Ruud. Heb jij daar betrokkenheid? Zijn er VVE's die zeggen, goh Ruud, we moeten een MIOP opstellen? Of misschien zijn er wel bouwkundige adviseurs, wij hebben ze ook, die dan bij jou komen of bij jullie komen en zeggen van, wat moeten we nou opnemen voor die riolering? Ja. Hoe gaat zoiets? Absoluut, hè, want ook als ze bij ons niet meer komen, dan komen wij er wel mee. Dat is de wisselwerking die je dan uiteindelijk erin brengt. En dan constateren wij dat in de meeste MIOP's het onderwerp riolering, en dat heeft te maken met ook de introductie die ik gaf, dat van, ja, bijna oh ja, dat moeten we ook nog meenemen in het MIOP. Ja, wel zeker moeten jullie dat meenemen. Nee. Weet je, en jij lacht erbij, maar die constatering is zich best wel pijnlijk, want let wel, als je aan die installatie iets moet gaan doen, dan kom je aan het gebouw. En dan kom je aan toiletten en aan keukens. En ja, dat voelen die mensen echt in de hand. Ja, maar je gaat niet in mijn woning iets doen wat dadelijk de woning gaat beschadigen of openbreken of dat soort zaken. Dus wij proberen zoveel mogelijk in MIOP's mee te denken en te stimuleren. Dat met name, en dan ga ik even door naar jou, in budgetvorming zorgen dat je op het moment dat het nodig is het juiste budget hebt. Nee, maar de bewustwording, daar zit nog de grote crux. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, er zijn MIOP's waar de riolering niet in zit. Absoluut. Helaas dan. Hè? Ja. Ik roep het niet graag, maar zo is het. En ik zal je één simpel voorbeeldje geven. Dat is denk ik voor heel veel VVE-beheerders dan wellicht herkenbaar. De meeste VVE's, dat doe ik wel een gewaagde uitspraak, zijn vaak hoogbouw. De meeste VVE's veel daarvan, hè? Gaan wel de hoogte in. Dus in ieder geval. Alle hoogbouw in Nederland hebben dus één centrale leiding naar beneden toe, waar het afvalwater naar beneden toe loopt. Dat is de standleiding. Ja. Tot 1970, toen heeft de PVC zijn intrede gedaan, zijn al die leidingen van gietijzer of asbest gemaakt. Ja. En die hebben een einde levensduur. En die zitten nu een beetje aan te komen, want 1970 versus nu is 50 jaar. Okay. Dus alle VVE's staan voor de opgave om binnen nu en 10 jaar daar iets van te vinden. En daar willen wij graag een bijdrage in doen. Maar je moet dan wel, het onderwerp moet in het MIOP. Geen keuze, dat moet. Ja. Ja. En kom je waarschijnlijk voor uitgaven te staan, daar zullen ze dan bij jou terecht moeten om uiteindelijk de middelen te vinden. Ja, want dan is er niet gereserveerd. Hè? Dat is wat we eigenlijk zeggen. Dat is waar we vaak tegenaan lopen. En ja, dat proberen wij dan wel te stimuleren. Maar
Ja. Nee, dat is onvoldoende. Hoe is dat bij jullie met MIOP betrokkenheid? Ja, niet anders. Wij kijk, tijdens onze gesprekken met de VVE proberen wij daar heel erg op te adviseren. Het doet natuurlijk veel minder pijn als je vooraf weet van de technische levensduur van deze installatie bedraagt, in het geval van een schuifdeur, gemiddeld 14 jaar. Dan is de pijn natuurlijk veel kleiner als je dat vooraf weet en als je geadviseerd wordt dat je voor onderhoud dit bedrag per jaar gemiddeld zou kunnen reserveren. Of je zou ervoor kunnen kiezen dat in een ontzorgingsovereenkomst te stoppen, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Een all-in verzekering. Maar dat je tevens een vervangingsdeel kan reserveren. En je zegt, los van het onderhoudsdeel is dit het vervangingsdeel waar u verstandig aan zou doen om dat te reserveren, zodat u aan het eind van de rit dat potje heeft staan. Ja, ja, dat is dus, dat blijkt dus ook echt het nut, maar ook noodzaak van een MIOP te zijn, hè? Want anders dan... Ja, en dan zijn wij ook nog van mening dat de mooiste vorm van duurzaamheid is iets wat lang meegaat. Hè? Wat op een duurzame manier lang meegaat. Hè? Wat robuust en wat goed is. En wat je toch ziet, ook in de bouwsector, is dat er een aantal jaren geleden, los van alle mooie innovaties, toch ook wel wat robuuster gebouwd werd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de deurautomaten, die waren vaak prachtig verwerkt in de gevel, op kleur gebracht, verwerkt in de kozijnen. Daar zit veel geld in. Nou, het technische hart van die installatie slijt. De buitenkant van die installatie is vaak nog net zo mooi. Dus wij noemen dat een moderniseringskit. Ja. We halen eigenlijk het hele technische hart uit de installatie. Het bouwkundige deel laten we zitten. Geven een tweede levensduur aan die hele mooie installatie die met zoveel zorg opgebouwd is. Vaak met een architect. Ja. En geven daar ook weer een volledig nieuwe garantie op. En kunnen vervolgens weer zo'n cyclus van 10 tot 15 jaar ingaan op dat gebouw. Brengt me ook wel bij jou, Bas. Want jullie beoordelen kredieten. Ja. VVE komt met een aanvraag. Bijvoorbeeld niet goed gereserveerd voor de elektrische of automatische toegangsdeuren. Stel dat het echt nodig is dat er vervangen wordt. Het zit niet in de pot. Komt er een kredietaanvraag? Ja. Dan ligt daar een MIOP... Denk ik bij jullie. Dan ligt daar een MIOP of niet. Ja. Of niet. Hè. Er is een probleem. Ik hoorde je vertellen, regulering zit er dan niet in. Dat zou zomaar eens kunnen. Wij pretenderen niet de kennis te hebben om een MIOP volledig te kunnen maken, te kunnen begrijpen. Wat we denken wel kunnen, is dat een MIOP dat door een specialist gemaakt en beoordeeld is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan VVE-belang. En die het liefste zou ik hebben dat hij daar gewoon een stempel op zet. Ja. Dan kunnen wij dat als uitgangspunt nemen. Zoals we ook gewoon eigenlijk met onze makelaars, taxateurs in Nederland hebben. Want vraag niet aan mij als financiële man of ik kan beoordelen of die deur volgend jaar aan vervanging toe is of niet. Wat je wel merkt is dat de MIOP vaak de aanleiding is om een punt op de agenda te krijgen van die VVE, dan ontstaat er een vorm van paniek, want het moet, want pak ik even de regulering, je wilt niet dat als water omhoog komt, dus er moet iets geregeld worden en dan worden we gezocht. Ja. En dat doet mij deugd. Wat ik jammer vind, is dat toch wel vaak als een verrassing dan komt en terugkomend op die eerste stelling, eigenlijk staat er iets in brand. We hebben een keer gehad, er zat een betonrot op en het moest. Ja, en als je dan 2 jaar nodig hebt voor je besluitvorming, dan denk ik toch, misschien moet je daar iets beter op voorbereiden als VVE's, ja. Dat je sneller kunt schakelen. Nou, het brengt een interessant punt naar boven wat wij hier aan tafel niet kunnen oplossen. Maar er speelt natuurlijk in de VVE-sector regelmatig de discussie of die meerjarige onderhoudsplanning, die MIOP, nou niet genormeerd moet worden. Want ja, als ik een Excel, ik ken ze gewoon uit de praktijk. Goed bedoelende, en overigens zijn die niet altijd slecht. Bestuurders die een Excelletje maken met alle gebouwonderdelen, een bepaalde looptijd, reservering, en dat is de MIOP. Wij als VVE-belang zijn AWK gecertificeerd. Wij hebben een certificaat om een MIOP te maken. Dat is iets. Maar het MIOP zelf is in Nederland nog niet genormeerd. Nee.
dan zou een riolering niet meer kunnen ontbreken. En er zijn wel tools die je kunt toepassen. Hè. Ja. Waarschijnlijk kennen we allemaal de conditiemetingen. Die zijn ook. De conditiemeting is genormeerd, dus de NEN 2676, weet ik. Ja. Weet je, maar dat zijn handvaten, maar uiteindelijk het model zoals een MIOP eruit ziet en welke elementen er, nou gebruik ik echt het woord, per definitie erin moeten zitten, ja, die zou gewoon afgekaderd moeten worden. En inderdaad met een stempel voorzien moeten worden van jongens, dit is het. Ja. Ja. Want je gaat de mist in op het moment dat je essentiële onderdelen niet in je MIOP hebt meegenomen en je krijgt de situatie dat het in één keer uit de hand loopt, dan hoop ik dat jij met jouw hele snelle invulling van het crowdfunden dan een oplossing biedt. Maar weet je, het probleem zit hem niet in snelle invulling van de crowd. De crowdfunding zit hem in de besluitvorming bij de VVE. Hè? Ja. Dus daar hadden we het over. Kritisch, lastig. Ja, lastig vonden jullie het niet, maar ik bedoel, dat kan het dan zijn natuurlijk. Dus dat is. En we zijn nu in de praktijk gewoon dat we voor een VVE, dan zit het bestuur van ja, we weten dat het moet. Het gaat ook gebeuren, maar ja, we gaan het opknippen. Pijn het over 4 jaar, want dan is het wel financieel draagbaar voor ons. En we kunnen niet in 1 jaar. Het is mooi dat je zegt dat je die conditiemeting roept, hè, normering dus, daadwerkelijk. Hè, want als je inderdaad, het zou een vreemde situatie zijn als je van een conditie als nieuw naar een conditie moet vervangen worden in 2 jaar tijd gaat. Hè, dan is er iets vreemds gebeurd. Dan ben je niet geadviseerd of er heeft iets plaatsgevonden waar niemand iets aan kon doen. Het gebeurt wel in de praktijk. Ja. En dan heb je dus geen rekening kunnen houden met die toch wel hele forse investering van het vervangen van een standleiding bijvoorbeeld in een hoogbouw. Ja. Ongelooflijk is dat eigenlijk. En misschien nog. Ja, doe maar. In die conditiemeting, in de MIOP is het ook nog iets. Dat, en dan kan ik ze niet kwalijk nemen, dat een VVE-bestuur op basis van visuele waarneming, want dat is dan hun conditiemeting, elementen toevoegt aan het MIOP. Alleen maar dan heeft Patrick in zijn situatie iets visueels. Hè. Je kunt jullie installatie beoordelen. Hè. Daar kan iedereen iets van vinden. Hij functioneert niet, of hij is mooi, of hij is niet mooi. Ja, de riolering, daar kan niemand iets van vinden, want dat zien we niet. En dat, ja, dat is zo. En dan is, dat is wel dat is ook jullie, contrast tussen onze werelden. Ja. Dat is ook jullie payoff. Hè? Want dat was het. Wij zeggen onzichtbaar, onmisbaar. Het is ook werkelijk zo. Ik kan er ook geen andere bedoeling aan geven. Nee. Maar hoe voel je het en hoe kijk je er tegenaan? En wij moeten denk ik zeg wel, ik ben katholiek opgevoed. Wij moeten eigenlijk als missionarissen gewoon alleen maar die boodschap uitvinden van jongens, dit is gewoon een wezenlijk onderdeel. Snap ik. Ja. Normering is dan overigens wel echt een goed hulpmiddel. Hè? Absoluut. Kijk, in ons geval is het zo dat er verplicht onderhoud plaats moet vinden. Hm? Ja. Ja, dat is natuurlijk al een heel mooi eikpunt om tijdens onderhoud te kunnen constateren wat er goed en wat er minder goed is. En om basis daarvan te adviseren. Ja. Ja. Dat zien we in heel veel sectoren. Zien we natuurlijk, we hebben alle ISO-normeringen en zo. Dus het is ook niet raar dat de discussie bij de VVE speelt. Waarbij ik dan altijd wel vind dat je moet kijken naar proportionaliteit. Ja. Wat past wel, wat past niet. En dat maakt het voor ons dan ook wel lastig. Want ik kan best wel begrijpen dat een relatief klein complex een wat ander plan vergt en een andere normstelsel dan een groot moeilijk complex. Maar het begint wel bij het erover hebben. En het op die vergadering zetten. Ja. Nou, ik wil eigenlijk met jullie naar een laatste onderwerp toe, wat overigens de gemoeder ook zeer, zeer bezighoudt. Dat is duurzaamheid. Maar begin van het gesprek had ik eigenlijk een vraag geagendeerd staan. In de zin van, lopen jullie wel eens tegen VVE's aan? Maar dat blijkt nu wel uit het gesprek. Die onderhoud zouden moeten plegen, maar het geld niet hebben. En het dan maar gaan uitstellen. Nou, dat antwoord daarop is eigenlijk ja. Het antwoord wat we er misschien op geformuleerd hebben zou crowdfunding zijn. Want we weten dat de reguliere banken VVE's niet financieren. En al zeker niet als het om onderhoud gaat. Dus crowdfunding zou een oplossing zijn. En je hebt het al gezegd, Bas. Maar misschien is het toch goed omdat mensen die zitten te kijken en die dat interessant vinden, dat die dat goed begrijpen. Hoe jullie nou zo'n financiering zeg maar opbouwen. In de zin van ook met de innerkraut. Dus als je eenmaal de aanvraag hebt, hoe betrek je dan die VVE en eventueel de buitenwereld daarbij? Dat mensen dat nog even 1 keer goed op het netvlies hebben. Helemaal helder. Als je een onderhoud moet plegen en ik pak even een fictief bedrag. Er is 2 ton nodig en dat is snel nodig. Je bent met 20 eigenaren. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat er van die 20, 10
gewoon middelen hebben die zeggen, ik betaal dat eigenlijk het liefst gewoon vanuit mijn spaargeld. Die andere 10 hebben het niet. Daar ontstaat ook juist die discussie in die vergaderingen. Want de ene partij die wil snel, die wil het oplossen. De andere wil het niet oplossen. Nou, de mogelijkheid die wij hebben is dat wij namelijk een investeerder en een leningnemer aan elkaar koppelen. Mm-hmm. Niets weerhoudt de bewoner van dat complex om te gaan investeren. Het mooie is nog zo, als hij investeert, dan investeert hij in box 3. Ja. Dus dat is in de vermogen. En de renteaftrek zit in box 1. Dus die pakt hij ook nog. Dus het allermooiste is dat als er van de 2 ton komt, dat er bijvoorbeeld 50.000, 60.000 euro door de bewoners van het complex zelf, die middelen hebben, die leggen dat daarin. Die worden keurig netjes afgelost en kunnen daarmee de verhoogde bijdrage ook betalen. Dus op dat moment is er daar voor hun niets aan de hand. Dus dat kun je weerleggen. Aan de andere kant kan het natuurlijk niet weerleggen voor degene waar die contributieverhoging te zwaar voor is. Maar dat dilemma, dat lossen we denk ik nooit op. Nee. Alleen maar door langere tijd en misschien sparen en accepteren dat dat rioolwater omhoog komt. Ja. Ik denk dat dat niet wenselijk is. Ja. Daarnaast zit de volgende schil, die zou ik toch wel graag even willen benoemen, is dat zijn gewoon hele VVE's met overtollige middelen. Niets weerhoudt om eerst in de eerste schil dus de eigen bewoners, de tweede schil is andere VVE's die aangesloten zijn, die kunnen daar gaan investeren. Ja. Die krijgen dat geld ook weer. Wij werken meestal met annuitaire leningen. 5 jaar is een beetje het gemiddelde waar iemand zijn geld in kwijt wil. Maar die krijgt gewoon ook zijn geld er terug. Dus die kan dat weer passen in zijn MOP en zijn contributiebijdrage. Ja. Dus dan heb je systeem, VVE's voor VVE's. Ja. Nou, als je mij vraagt wat zou je willen dromen, ja, dat we hier eigenlijk gewoon een systeem weten te bouwen, dat je elkaar weet te helpen. Ja, coöperatiever dan dat kan ik het niet verzinnen. Kun je het niet verzinnen. Ja. Ja. Nou, dat vond ik fijn dat dat nog even een keer heel duidelijk op tafel was. Duurzaamheid. Duurzaamheid, daar kunnen we niet omheen. De hele wereld verduurzaamt en bedrijven verduurzamen. VVE's moeten ook verduurzamen. Zouden jullie in ieder geval vanuit jullie bedrijven eens kunnen vertellen welke rol duurzaamheid op dit moment speelt? Patrick, begin bij jou. Met alle plezier. Nogmaals, we doen de hele cyclus. We produceren, dus we proberen aan de productiekant natuurlijk zo duurzaam mogelijk te zijn. Vervolgens aan de installatiekant, om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Maar de grootste kans zit natuurlijk aan de instandhouding en aan de onderhoud. En wat we daar doen is dat wij ook dat wat we vervangen, omdat het uiteindelijk niet gerepareerd kan worden, dat nemen we terug. En dat, daar scheiden we op de eerste plaats de afvalstromen. De materialen die gebruikt kunnen worden, hergebruikt kunnen worden, die worden ook hergebruikt. Kunnen ze niet hergebruikt worden, dan worden ze gerecycled. Niet bij onszelf, maar wel bij duurzame ketenpartners. Die materialen die we kunnen hergebruiken, en denk dan aan motoren, denk aan armsystemen van automatische deuren, et cetera. Die worden refurbished en die worden heringezet in de ontzorgingscontractvormen. Dus dat betekent goed voor de klant. We kunnen die contractpremie, die kunnen we bescheiden houden. We kunnen snel leveren. Want wat je vaak ziet, omdat we die instandhoudingsperiode zo lang mogelijk proberen te houden, is het toch voor de fabrikanten die wat minder nagedacht hebben over lange levensduur, zijn vaak de materialen niet meer beschikbaar. Dan zouden we normaal gesproken, conditiemeting, dan zouden we normaal gesproken op de MUOP zetten, materialen beperkt of niet meer leverbaar, dient vervangen te worden. In ons geval niet, want dan hebben we ons refurbished spare parts center, waar we voor die automaten die misschien wel 15, 16 jaar oud zijn, hebben jullie toch nog, hebben we refurbished materialen beschikbaar. Nou, een ander voorbeeld van een innovatie, en die is eigenlijk door deze hele coronasituatie bij ons in een sneltrein geraakt, is dat we geconfronteerd werden met het feit dat we op sommige plekken fysiek niet mochten komen. We moesten afstand houden van elkaar. En onderhoud doen zonder elkaar, ja, zonder in contact te zijn met de apparatuur, is toch wel lastig. Ja, zeker. Dus we hebben versneld ingezet op zaken zoals virtual reality voor remote service. Ook daar hebben we onze meest ervaren mensen ingezet, getraind op virtual reality oplossingen, aangeboden aan de klant waar we niet mochten komen, of we in ieder geval tijdelijk een app mochten installeren op zijn smartphone of tablet. En dat hij voor ons keek in de installatie, waarop wij op dit moment zeiden van, als u dit doet, verwachten wij dat er dat gebeurt. Ja. Dat lukte niet altijd,
Hè? Het lukte vaker niet dan wel. Maar in 25% van de gevallen lukte het. En dat was natuurlijk een geweldige oplossing. Daar pakken we nu op door. Want dat betekent simpelweg dat als dat echt zo is, hè, met onze 250 monteurs die kilometers maken, als we daar een kwart van de kilometers op zouden kunnen besparen, ja, dat is ook dan heel heeft dat impact. Oké, CO2, ja. Nou ja, een laatste, ja, als nog eentje dan, ontstaat, dan een laatste, Ruud, ja, sorry, hè, is bijvoorbeeld dat wij heel vaak naar de verkeerde installatie reden. Er werd een storing gemeld. Ja, het is die deur aan de voorkant van het gebouw, maar er zitten 5 hoofdingangen. Ja, dus wij hebben erg geïnvesteerd in data, die we vervolgens verwerken in de MBOP. We plakken QR-codes, de klant scant die QR-code en wij hebben dan een foto van de installatie. We weten waar die zit, we hebben de storingsgeschiedenis. Nou, over naar Ruud. Ja, dank je. Mooi. Nee, Ruud, inderdaad, ik ben ook even benieuwd. Wij leveren natuurlijk geen product, wij leveren een dienst. Dus ja. Daar zit ook weer het grote verschil. Waar ik mee moet beginnen is, wij zijn als eerste in onze branche, hebben wij de Sustainable Development Goals hebben wij onderschreven, hebben we ook getekend. Wij geloven ook echt in de 17 werelddoelen die in 2030 gerealiseerd gaan worden. Daar hebben we er 5 van omarmd. En niet zomaar omarmd van, dat we het gedaan hebben. We gaan er ook echt invulling aan geven. En dat is denk ik ook wel een van de belangrijke elementen ook in onze missie. Wij willen echt iets betekenen in het vakgebied riolering. Dat wij aan deze 5 werelddoelen substantieel een bijdrage gedaan hebben. Maar daarmee is het met een dienstverlening. Dus is dat moeilijk als wat jij zegt over, wij hebben geen refurbished. Alhoewel, wij kunnen ook buizen hergebruiken als het noodzakelijk is. We hebben natuurlijk een heel breed scala aan diensten. Nou, misschien wel het leukste voorbeeld. Het meest spraakmakende voorbeeld wat wij nu hebben, wat op dit moment ook werkt, is wij doen ook het inzamelen of het onderhouden van vetafscheiders. Bij restaurants en bij grote keukens en olieafscheiders. En dat vet, die vetafscheiders, die ledigen wij landelijk. En om jullie een beetje een idee te geven, om de omvang, wij doen ongeveer een 80.000 kuub materiaal ophalen. Dat is zo vet met rotzooi en water. Nou, dat gaan we naar een installatie brengen in Schalkwijk. Daar hebben wij fors in geïnvesteerd. En wij kunnen nu, sinds een klein jaar, verwerken wij dat materiaal en wekken wij stroom op. En kunnen we onze eigen installatie aandrijven door onze eigen stroom. Sterker nog, de volgende stap gaat worden dat wij die stroom gaan omzetten in waterstof. Nou, en je voelt hem al aankomen. Dat wordt eigenlijk de brandstof voor. Ja, de vrachtwagens. Nou, ja. En dat vind ik... dat hoort ook bij, althans dat hoort bij ons familiebedrijf. We hebben een lange termijn visie en we gaan niet voor de maximalisatie van winst voor volgend jaar of het jaar erop. We gaan naar een duurzame wereld waarbij we op lange termijn investeren en uiteindelijk moeten zorgen dat iedereen, dus ook de VVE en ook de bewoners daarvan, uiteindelijk wel de vruchten kunnen plukken. Maar ik hoorde net Patrick iets vertellen over virtual reality, hè? Dus eigenlijk op afstand kijken. Ik heb jullie een foto gezien van een drone die door een riool vliegt. Ja. Ja, dat zijn ook ontwikkelingen die zijn ook schitterend. Hè? Ja. Voorheen, ik zit al redelijk lang bij de organisatie, moesten we met een grote camerabus. Ja, nu pakken we een drone en we maken het riool open. En die drone die vliegt het riool en die gaat naar de beelden. Ja, dat is, en ik denk dat nog maar steeds in de kinderschoenen zouden, dan ook dat gaat weer een evolutie nemen. Dus in die zin, het is misschien vanuit het verleden een beetje een stoffig. Ik oppas het me niet te veel, maar een stoffig vak. Maar er zit echt heel veel ontwikkeling in. En, op die manier proberen we ook, wat ik eerder al zei, we proberen meer reuring te geven in het vakgebied om gewoon de importantie van het onderwerp gewoon op tafel te krijgen. Ja, dat snap ik. Net zo goed voor de VVE. De dag van de riolering, hè? Toch? Dankjewel, Kees. Ja. Ga je ervoor uitnodigen. Time's up, gentlemen. Staat heel groot op het scherm voor ons. 40 minuten omgevlogen en volgens mij waren we eigenlijk nog niet klaar. Nee. Dus dit is een soort verkapte uitnodiging om het dan toch nog maar eens een keer opnieuw, of niet opnieuw, maar om eens verder te bouwen. Achter al deze mensen en hun bedrijven schuilen hele werelden, u hoort dat, waar nagedacht wordt over onze toekomst en over hoe men voor u zo goed mogelijk van dienst kan zijn. En alleen dat is al ontzettend interessant en kun je eigenlijk met iedere partij op zich al 40 minuten vullen. Misschien ook nog wel eens een idee voor de toekomst. Voor nu moet ik er een eind aan breien en dat doe ik met veel spijt, want uiteindelijk is dit de laatste tafel van deze landelijke week. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik hoop echt dat ik dit in deze settings nog vaker mag doen, want het heeft me ongelooflijk veel energie gebracht en plezier gedaan. En ik hoop u thuis ook
En dat u een volgende keer weer inschakelt. Dankjewel voor jullie aandacht. Hier zijn we gevestigd, in het mooie Oosterwijk in Noord-Brabant. Maar we werken landelijk met zo'n 35 crowdfundcoaches, mooi geografisch verspreid over het hele land. Hier beoordelen onze kredietdeskundigen de leningaanvragen, sleutelen aan de meest ideale pitch en beantwoorden onze servicedesk-collega's alle mogelijke klantvragen. Dus zoek ook jij een snel groeiende, moderne financieringsvorm naast of in plaats van je bank? Neem dan snel contact met ons op. Wij zitten met een heel team klaar om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor jou. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren. I've got a package for you. Bent u bij VVE Belang aangesloten? Dan is de telefonische helpdesk gratis voor u bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Laadpalen of zonnepanelen bij uw VVE? VVE Belang helpt u met het opstellen van een gebruiksovereenkomst. Ook kunnen wij het huishoudelijk reglement screenen. Wat hoort hierin thuis en wat juist niet? Genieten van vele voordelen in één pakket? Maak dan gebruik van het Juridisch Plus pakket. Ga naar onze digitale stand of naar onze site voor meer informatie. Je kunt Centraal Beheer nu ook bellen voor zonnepanelen. Of om te klussen aan je huis. Kan jij lekker iets anders doen? Wat zoek je? De helium. Nee! Maar voor verzekeren kun je ons ook altijd nog even bellen. Met ons uitgebreide productaanbod hebben wij het perfecte deursysteem voor elke situatie. Veiligheid staat bij ons bovenaan. Door middel van een speciaal ontwikkelde bodyscan testen onze monteurs bij ieder bezoek de veiligheid van je deur. Zo garanderen wij de veiligheid, beveiliging en duurzaamheid van elk systeem. En met monteurs in heel Nederland zijn wij altijd in de buurt. Scan de QR-code op je deur en zo nodig is er binnen no time een monteur aanwezig. Een lift is onmisbaar. Maar voor veel VVE's ook een flinke kostenpost. Wanneer kunt u kosten verwachten? En hoe weet u zeker dat u niet te veel betaalt? Skylift zorgt ervoor dat de lift altijd draait en helpt uw VVE om meer grip op liftkosten te krijgen. Heeft u een vraag over de lift? Wij helpen u graag. Ga naar www.skylift.nl of bezoek deze week onze digitale stand. Skylift, de vriendelijke service specialist